Als schrijver maak je allerlei ontwikkelingen door. De ene keer komt iets direct eruit. De andere keer ga je het wegen, herwegen, schrijven, herschrijven. Dit is een tekst die in één keer uit het hart is gegleden. Ik zou het eigenlijk willen koesteren. Waarom? Omdat het iets aangeeft. Ik denk dat het punt niet is de kunst van het terugzien, maar de kunst van het overstijgen van alle gruwelen, wandaden, terreur en kolonisatie. Niet alleen van de mens fysiek, maar de poging het bewustzijn te koloniseren. Een gedicht voor hen die geloven in de dageraad van het bevrijde bewustzijn. Gewoon beide benen op de grond, menselijke toekomst.